Maar ja, ik wou toch, dan toch weer even terugkomen op die homoviering. Dat was toch een soort van... Ja, mijn kennis. Toch die homoviering waarvan u uiteindelijk zei... we gaan het toch niet doen in de Sint-Jan. Ja. Omdat u dacht van, ik krijg te veel ruzie in mijn kerk. Ja, maar dat is toch wel van belang. Kijk, laat ik zeggen, ik sta voor de inclusieve kerk, zoals ik dat deftig noem. Waar iedereen bij hoort. Iedereen bij hoort, maar tegelijkertijd merkte ik dat een viering in de kathedraal en ook een zegen... dat niet begrepen werd. Ik heb dat proberen uit te leggen, maar dat een deel van mijn priesters en diakens... en ook van een deel van het kerkvolk dat niet kon begrijpen. Daar ook verontrust over was, echt gewetensproblemen had. En toen heb ik moeten zeggen, dan moet ik omwille van de eenheid van bisschop met zijn medewerkers... een gast terugnemen en op een andere manier proberen om homoseksuele mensen bij de kerk te betrekken. Maar dan zit je er toch mee dat je dan als bisschop een soort van behoudende inventaris hebt georven van uw voorganger, mag ik het zo zeggen? Ja, maar... En dat veranderingen niet in één keer gaan. Veranderingen niet in één keer. En trouwens, dat is natuurlijk in alle christelijke kerken, trouwens in alle geloven... is homoseksualiteit natuurlijk nog steeds een enorm heet hangijzer. En trouwens, ik denk überhaupt in de samenleving... Hè, want je ziet het in onze kerk, maar je ziet het ook in de islam. Maar ik denk ook uiteindelijk bij niet-gelovigen... dat als het dichterbij komt, dat het een spannend thema blijft. En in ieder geval, het geeft in christelijke kring... altijd veel reuring. Ja, maar het deed u pijn om er vanaf te zien? Ja, natuurlijk, want ik wist dat het een hele ordentelijke viering zou worden. Dat er niet zou worden gezegd wat tegen de leer van de kerk inging. Maar mensen kon ik daar niet van overtuigen. Guido zit...